Het wordt de komende dagen flink koud en er kan zowaar een ijsvloertje gaan ontstaan. Dus ik heb voor de zekerheid alvast mijn schaats uit de kast gehaald. Mijn meteoroloog Alfred Snoek die kan er meer over vertellen. Ja, we zijn op dit moment nog druk bezig met de sneeuw die in Nederland gaat vallen. Maar na de sneeuw volgt de vorst. En wie weet kan er inderdaad volgende week wel geschaatst worden. Dit is het tweede Weerplaza Schaatsjournaal. Ja, later in de week is het dus goed koud in Nederland. En misschien ziet Nederland er dan wel zo uit. Met name bij een heldere lucht zou het er wel eens heel mooi uit kunnen zien. Maar goed, de vorst is nu nog niet echt gearriveerd in Nederland. En er gaat in eerste instantie sneeuw vallen. En sneeuw, dat kan ook wel een spelbreker worden in deze. Want als die sneeuw van zondag gaat vallen, dan kan er op sommige plaatsen 10 tot 20 centimeter sneeuw naar beneden komen. En als die sneeuwmassa ook in het water terechtkomt en daar een beetje een milkshake-achtige massa vormt. En als dat dan vervolgens bevriest, dan heb je natuurlijk niet die hele mooie gladde ijsvloer. Waar... Schaatsers op zitten te wachten. Maar Blijft het water tijdens die sneeuwval goed open, want er staat ook nog een stevige oostenwind, dan kan het wel eens zo zijn dat er een, daarna een hele dikke ijsvloer kan vormen. Want als er sneeuw ligt, kunnen later in de week de nachten heel erg koud worden. Maar het is ook niet uitgesloten dat als er al een beetje ijs ligt, er uiteindelijk weer wat sneeuw overheen komt. En in dat geval is het ook maar de vraag of die ijslaag echt heel erg gaat aangroeien. We pakken de ijspluimer weer bij. Een berekening voor water van een meter diepte in Nederland. Stilstaand water, dus de wind, die speelt in deze berekening niet een rol. En daarin zien we duidelijk dat vanaf zondag de ijsaangroei heel snel gaat, want er wordt flinke kou verwacht. En dat betekent dat we in de loop van de week een centimetertje of 8 à 12 aan ijs kunnen verwachten. Maar van plek tot plek zijn die verschillen dus wel heel erg groot. Want met name zondag, maandag en misschien ook nog wel dinsdag staat er zoveel wind... dat op sommige plaatsen nog geen ijs aanwezig is. Windwakken spelen echt een belangrijke rol en die zullen pas later in de week gaan dichtvriezen. Dat gaat wel gebeuren, want vanaf dinsdag woensdag neemt de wind sterk af. En in de nachten, wanneer het gaat opklaren kan, omdat er dus nog in Nederland een flink pak sneeuw ligt, de temperatuur dalen tot onder de min 10 graden strenge vorst. Ja, en Dan gaat de aangroei van ijs wel heel erg snel. Ook noemenswaardig is het feit dat op de hele lange termijn, en nou dan praten we over volgend weekend en zelfs de dagen erna, de ijsaangroei nog wel eens verder kan gaan. Want de ultra-lange weerkaarten voor de ultra-lange termijn die laten toch wel een hele mooie luchtdrukverdeling zien. Waar schaatsliefhebbers echt wel eventjes warm van draaien. Een krachtig hoge drukgebied lijkt zich dan te vormen boven het noorden van Europa. En lage druk ligt boven het zuiden van Europa. Een stevige oostenwind blijft doorwaaien. De vrieskou weet in dat geval van geen wijken. Nou, of dat inderdaad zo ver gaat komen, dat moet nog maar even blijken. De komende dagen komen we dagelijks terug met een update. En dan gaan we ook zien dat de schaatsthermometer gaat oplopen. Want op dit moment staat hij nog heel erg laag. De ijsvorming moet nu pas heel. Voorzichtig op gang komen. Maar later in de week, ja, dan zou het wel eens zo kunnen zijn dat we uiteindelijk best hoog eindigen op deze thermometer. Want er zit flinke kou aan te komen. Morgen, dus weer een update van het Schaatsjournaal.